Don't walk away from me. Nou, normaal loop ik de cijfer 1 en ik heb nou het groene stukje meer gelopen. Maar er waren ook heel veel mensen op straat met allemaal honden. De ene groter dan de ander, de ene kleiner dan de ander. Dan ben ik weer hier en weer voor die verrekte rot Marjolein. Wat niet te vinden is, hè? Biesloomt, waarom moet daar twee keer van? Koriander. Ik zoek echt Marjolein. Wat is dit? Peterselie zeker. Hele goedemiddag, lieve vrienden, en welkom weer bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag eerste paasdag en het is de 9e van de 4e 2023 en we leven om 15:31. Ik ga zo meteen met de meiden uit en ik denk dat ik een lekkere langere blok ga lopen, want het is 11 graden, dus ja, lekker even genieten. Hé, meisjes, ja. En waar ik beland en waar ik strand, dat zie ik zelf wel, hé. Iedereen is toch weg. Ja, niemand zal thuis zijn. Of ze hebben familiebezoek. Heb ik ook niet. Nee. En de rest, ja, dat is allemaal de hort op, weet je. De meesten hebben een auto onder hun kont en dan gaan ze weg. De meesten hebben ook een goede booster onder de grond. Ik niet, want Mary heeft hem alweer opgehaald. Dus ja, ik zit nou weer met een rode ding. Dus ja, ver weg komen doe ik niet, hè. Nee, dat gaat het hem echt niet worden. Hé? Nee, meisje? Dus het wordt lopen. Ja. Hé? En dan zullen we zien waar het schip strandt. Ja, en ik heb die sowieso bij me, dus ja. Zie ik wat, dan film ik uiteraard, hè? Dat weten jullie wel. Hé, dus. Maar ja, zie ik niks, dan heb ik pech en dan hebben jullie ook pech. Ja, niks aan te doen. Hé, kind? Nou. Dus ja, ik wens jullie allemaal een hele vrolijke eerste paasdag. En dan te bedenken dat we er 50 tegemoet hebben. Ja, we hebben 50 paasdagen, kun je nagaan. En dan hebben we de hemelvaart er nog tussen. En dan tot aan de Pinksteren is het eigenlijk Pasen. Ja. Dat las ik gisteren ook voor het eerst, hoor. Ik weet niet of ik het nog heb. Ik zal even kijken ook. Ik weet niet waar het staat. Ik ga die bekijken. Even kijken, hoor. Ik zag het gisteren staan. Ik weet het echt niet meer. Ja, wacht eens even. Pasen is ook de aftrap van de paastijd. Die begint op Paaszondag en 50 dagen duurt. De paastijd eindigt tijdens Pinksteren. Ja, ik weet het niet hoor, maar dat vond ik en dat heb ik dus bewaard. Ik denk, hé, hey, dus Pasen is ook de aftrap, hè, van de paastijd. Die begint op Paaszondag, vandaag dus. En 50 dagen duurt. De paastijd eindigt tijdens Pinksteren. Maar wat vieren we eigenlijk met Pinksteren? En hoe zat het ook alweer met hemelvaart dat tussen Pasen en Pinksteren valt? Nou ja, dat gaan we allemaal nog uitzoeken voor jullie. En dat komt ook allemaal gewoon weer bij mijn vlog erin. Dus ja, komt goed. Ik ga dat allemaal uitzoeken weer. Daar geef ik nog heel even de tijd voor, want het is ook nog geen hemelvaart, dus dat komt nog wel, maar het is paars, zo lang, ja. Ik kan er niks aan doen, het is nog helemaal zo. Maar oké, mijn meisjes die beginnen hier te mekkeren en te doen van, vrouwtje, ik wil eruit. Nou, we gaan er ook lekker even van genieten. En ik zou zeggen, genieten jullie ook van deze dag. Het is hier wel grijs en grauw en het zonnetje wil wel en het zonnetje wil niet. Het is heel treurig. Maar ja, maakt ook niet uit, daar is het ook treurig voor, want ik zag gisteren weer een dode eend liggen, of tenminste vannacht, dat ik met de meiden ging. Ja, ik kan er zo min tegen, hè. Oh, jongens,
Degene die daar rijden over die gracht, letter eens even op. Er zijn mensen fout geweest met de winterperiode. Die hebben eten gestrooid wat niet mag. En vooral als het niet nodig is, want zo hard vroor het niet. Gooi dan geen eten neer, strooi geen eten neer. Want daar komen die beesten op af. Nou hebben ze daar een vaste plek, maar die auto's die jakkeren langs. Ja, kom op zeg, mensen. Nog even gaan ik aan de gemeente vragen, is er een bord neer met broedplek, slaapplek, vogels, weet ik veel. Ja, maak er wat van. Ik vind het zo zielig, ik kan er niet tegen. Ik vind het zo erg, maar ik ben niet de enige hoor die dat erg vindt, nee. Ik moet er zometeen een keer op letten als ik er weer langs loop. Want legt hij er nog, bel ik wel weer de dierenambulance. Simpel zat. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet ook een beetje met ons mee. Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, ik ben niet echt ver weg geweest, hoor. Nee, dat ging ook voor mij zelf niet. Te veel pijn, maar ja, daar kennen jullie niks aan doen, hoor. Nee. Ik snap er ook zelf niks van. Ik heb, steken in mijn lijf, laat maar zeggen. Heb ik wel vaker, hoor, maar tenminste vaker, wat heet vaak. Eén keer in de zoveel tijd heb ik steken in mijn lijf. En het gaat me niet vertellen wanneer het gaat steken. Nee, en dan zak je er weer door. En dan zak je daar weer door. Oh, en dat is zo pijn. Maar ik heb wel een klein stukje langer gelopen. Ik ga het jullie laten zien. Ja, kijken of dat wil. Nee, dan moet ik er een foto eerst van maken. Want dan kan ik het vergroten. En dat wil nou niet. Dus dat doen we even. Zo. Nou, normaal loop ik de cijfer 1 en ik heb nou het groene stukje meer gelopen. Maar er waren ook heel veel mensen op straat met allemaal honden. De ene groter dan de ander, de ene kleiner dan de ander. En nou, ik weet niet wat het is hoor, of het nou aan mij ligt of niet. Ik weet het echt niet, maar... Ben ik soms de enige die mijn honden in bedwang houdt, terwijl ik ook met een rollator loop? Weet het niet hoor. Maar laten ze ook die dieren nog lang lopen, met lange lijn. En ze trekken als een tierenlier en ze gaan tekeer als een maloot. Mijn honden, die heb ik kort en die houden hun rustig. Sorry, stoot ik jou tegen je koppie? Ach meisje toch. Ach, mijn kind. Ach, gosje dikkie. Hou de kop schuld, kom maar. Kom daar, kom daar. 1, 2, goed zo. Hé, kun jij weer zitten, zo. Hé, Rijke ook erbij. Elwing legt op de grond bij mijn voeten. Ik kan niet eens die mijn voeten fatsoenlijk verzetten. En dan kom ik tegen de kont. En Rijka nou op schoot weer, hè? Ja, die komt er altijd even bij, hè? Moet wel even, ja. Maar in ieder geval, onderweg hebben ze snoepjes gehad. En ze hebben er thuis maar 2 gehad. En dat is, we zijn weer thuis. En omdat ik van jou, ja, krijgen ze er altijd bij. Hé? Ja. Hé? En dan hebben we nou een klein stukje verder gelopen. Veel nog wel mij, de grote. Maar ja. En we proberen het wel weer. Komt dat wel weer. Heer, de vorige keer hebben we ook nog een langere blok gelopen dan nou. Ja. Maar toch had ik niet zoveel pijn. Nee. En pijn is niet zo fijn. Nee. Nee, ik kan er ook niks aan doen. Nee. Pijn is niet fijn. Hé? Zit jij nou nog te kieken? Nou, moet je niet glijden. Hé, Rijka. Hé? Ze zijn lief. Toch? Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Gaan wij hier ook doen. Ik moet nog van alles doen. En komt allemaal goed. Ze zegt tot later.
Ja, lieve vrienden, we gaan eventjes de hart weer op. Met dat rode gevaart wat in de tuin nog staat. Ik heb net even gekeken, is die niet leeggelopen die dagen? Dat die niet aan de stroom heeft gestaan? Nou ja, het is toch een rodding. En hij is, ja, één streepje is eraf. Nou ja, ik hoop dat het dan even goed lukt wat ik wil. Want ik wil boodschappen doen. Ja, even naar de Vomar. En eigenlijk moet ik eerst dan naar Albert Heijn om geld te halen. En dan naar de Vomar. Dus we zullen het beleven. Ja. Hi. Denk jij even om mijn goede kleding? Dank u wel. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Nou, dan niet. Maar raar kind. Ja. Ja, want daarom leg ik daar mijn handdoek over me heen, hè? Want ik heb mijn goede kleren aan. Roze blouse, omdat het, nou ja, het is niet warm, maar het is ook niet koud. En kijk, ik ben wel fleurig gekleed, ja. Voor de Pasen, ja. Ik had die jaar willen hebben, maar ja, moet die eerst weer korter gemaakt worden, hè? Die punten moeten eraf, ja, helaas wel. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga dus even boodschappen doen. Deze gaat uiteraard mee. Jullie gaan dus ook mee. Zo simpel is dat. En ik zie jullie wel. Ja, ik zie jullie zelf wel weer verschijnen, dacht ik zo. Jullie sowieso mij. Ja, komt helemaal goed. Ik zou zeggen, hou vol goede moed. En geniet van deze mooie dag. Want het zonnetje is erbij gekomen. Ja. Daar is het nog een beetje grijze grauw. Oh ja, en ik moet Kandalf even binnenlaten. Dat gaan we eerst even doen. Ja. We gaan even Kandalf binnenlaten, want die moet niet buiten wezen als ik wegga. Nee, was ik bijna vergeten. Oeh. Jij wilt snoepjes? Jij wilt snoepjes? Ja, dat dacht ik wel, hè. Ja. Ja. Ja, dan moet je even wachten, want ik wil hier het raam niet dicht hebben. Ja. 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 Ja, natuurlijk, kind. Ja, natuurlijk, schatje. Ja, jij krijgt snoepjes, hoor. Ja. Ik zou het niet ook even weer halen, andere week. Want ik heb niet zoveel meer. Nee. Voor jou niet. Nee, jij gaat hard. Ja. Jij gaat heel erg hard. Ja. Jij gaat heel erg hard. Ja. Gaat dat, kind? Is het lekker? Ja. Maar er zijn er nog een paar die ook snoepjes willen, hè? Ja. Echt waar. Ja. Ja, 1, 2, 1, 2, 1. Is er nog een wiel? Ja, nog een wiel. Dat is ook 2. Zo, dat is weer genoeg, hoor. Nou, moet ik wel dit willen. Voilà. Even een handje voor de twee dames. Ja, moet wel ook eventjes, hè. Eentje ligt er nou in de mand. Kom, kom dan. Kom dan. Ja, kom dan. Ja. Oh, is dat lekker of is dat lekker? Oei, oei, oei. Wat worden we verwend? We worden weer massaal verwend. Hé, we worden weer massaal verwend. Maar is dat lekker, meisje?
Ja? Ja, schat. Hé? Ja, kind. Lekker even krolen, hè? Nou ja, in ieder geval, met een gekroel komt vrouwtje er niet. Nee, vrouwtje gaat boodschappen doen. Vind je dat goed? Moeten jullie op huis passen? Ja? Kunnen jullie wel met z'n tweeën? Ja? Oké, doen we dat? Nou, dan zou ik zeggen, tot straks dan. Ja, lieve vrienden, ik was al bezig te shoppen. Ik heb al een gebakje. Ik heb vleeswaren, ik heb kaas, ik heb smeerkaas, ik heb eieren. En ik heb even nieuwe sokken voor, in de nacht, laat me zeggen. Dus dan gaan we eventjes verder. Ik zou naar Albert Heijn, maar kijk. Heb ik maar niet gedaan. Nee. Dat ligt even ietsje verder, Albert Heijn. Ja. Kijk, en nou hebben we de pindakaas. Nou, pindakaas heb ik niet nodig, want dat eet ik toch niet. Kijk, en dan ben ik gewoon aan het filmen, hoor, met mijn mobiel. Gewoon in de winkel? Ja. Dat mag. Ja, ze weten het. Enkel degene die er niet op willen, ja, die zet ik op de benen, hè. Ja, oh ja. Ze weten het, dus... Is het half vol? Ja, half vol. Oh, sorry. Nou ben ik weer hier. En weer voor die verrekte rot Marjolein. Wat niet te vinden is, hè. Bisloop, waarom moet daar twee keer van? Koriander. Ik zoek echt Marjolein. Wat is dit? Peterselie zeker. Ja, peterselie. Italiaanse kruiden. Het is ook zo moeilijk, hè? Ik ga dat toch eens even via internet zoeken, waar ik dat hier kan kopen. En als ik er dan naartoe ga en ze hebben het alsnog niet, dan weet ik het niet meer. Nee, dan weet ik het echt niet meer. Nee. Maar ja, we wachten het af. Zo. Die is dicht, geloof ik, dacht ik. Het is feest, hè? Ik mag, ja, oepsie. Ah, het is ruim hier, ruim baan, zien jullie dat? Normaal staat er hier allemaal pallets met kratten, bieren, weet ik verwacht nog meer. Ja. Maar ik wil gewoon nog even een rood wijntje erbij. Ja, en die is ook zo duur, hè, die Marlot. Oh, dat wil je toch niet betalen? Dat doe ik niet, hoor. Niet zo duur. Dan zeg ik van, nou, dan heb ik liever zo'n Merlotje, weet je. Ik denk dat ik die maar meeneem, deze Merlot. Die is ook een Merlotje, dus ja, waarom niet, hè? Ja, en dat is ook een merlotje. Maar dan moet ik mijn tas even naar de kant. En dan moet ik om mijn eieren denken. Ja, ook dat nog. En jullie even zo. En dan jij zo. Kijk, dan leg ik alles een beetje in. Mijn eitjes onder de gebak. Ja, toppie. Helemaal geweldig. En dan mijn tasje terug. Zo. Ja. Voilà. Ja. Yeah. Hi. Druk bezig, hè? En
wat is dat? Allemaal toetjes? Dat zijn ijskoffies. Aris koffie, nou dat hoef ik niet hoor. En wat legt daar allemaal in? Oud. Oké. Okay. Komt op YouTube. Komt allemaal op YouTube. Ja, dat moet je van mij weten, toch? Ik ben nu helemaal een vlogster, dus ja. En wat hebben we hier al? Ook toetjes. Ja, ook een Griekse yoghurt aardbei. Dat is lekker. Wat is dit? Magere kwark, nee. Ja, deze is lekker, jongens. Wat kost deze, liever? Oh. Wat kost deze? €2,50. Moet een keer kunnen. Ja, moet een keer kunnen. Moet hij wel willen. Hij wil niet. Ook dat nog. Even mijn booster uit. En de stuur omhoog. Hup. Hup. Dan moet dat staan. En dan kan ik dat schuiven. Zo. Voilà, nou staat het er ook weer netjes in. Toch? Ja, dacht ik. Wat is mijn leuning? Oh. Zo. En dan kan die weer naar beneden. Zo. Sleuteltje weer om. En dan flikkert die altijd even. Nou, dan gaan we weer door. Ja. Hoi, schat. Ik zei hoi, schat. Ik heb die gezien, hè? Ja, geleden. Ja. Nou, je weet het, ik ben aan het kloppen, hè? Nou, oké. Dank je, meis. Ja. Nou, we kunnen maar weer... Even hier ook kijken wat dit is. Wacht eens even. Hey, wacht eens even. 1,99. Dat zijn van die kleine bakjes, hè. Dit zijn weer grotere bakjes. Die kost 1,58, maar eindelijk hebben ze het. En de vorige keer hadden ze het niet. Wat is dit? Dat is champignon, goedie groene. En wat is die bruine? Dat is kippenvlees. Dat is ook lekker. Kippenvlees. Ja, maar die zijn 1,58. Kanonne. Halleluja. Nou, neem ik één blikje gewoon van mee. Zo. Voilà. Nou, een doos van dat, dat is ook 1,58 hoor. Ja, het is echt wel aan de prijs. Maar ja, het is maar één keer in het jaar 50 dagen Pasen. 50 dagen maar liefst. Ja. Zitten ze gek aan te kijken. Het is hem helemaal zo. Met de Pinkster houdt het pas op. Zoek het maar uit. Op internet. Ja. 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 En de vliegende vaart. Ja, nee, ik pak er één en hoeft er niet twee te vallen. Nou. Nou. Zo, blijf staan. Zo. Achteruit.
achteruit, achteruit. Achteruit. Hola, boem. En nu, eens even denken, en nu, daar kan ik niet door, dan gaan we zo om, dat heb ik nog, en ik denk dat onze Ellie vrij is, want die zien ik nergens, helemaal nergens. Nou, en dan gaan we weer richting kassa, dus ik sluit weer af, want er staan een heleboel mensen, ja. Dus ja, ik zou zeggen, tot straks maar weer. Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, echt wel. En alsof je, ik weet niet hoe lang weg bent geweest, dan worden die weer gek, hè. Ja, supergek. Hé? Wat is er? Ik heb geen hondjes gezien of wat dan ook, hoor. Nee. Er komen geen hondjes binnen. Ja, die worden wel eens vastgezet daar aan het begin bij de deur. Maar daar ga ik niet weer aan beginnen, nee. Nee, hi. Nou, kom dan. Kom dan. Kom dan. 1, 2, kom dan. Moet je niet mijn handdoek eraan halen, hè? Wat voor dikkie. Nee, kom. Kom dan. Nou, dan niet. Ja. Dus ja, dus ik moet de boodschappen dus opruimen. En ik heb heel wat lekkers meegenomen. Ja, en dan gaan we gewoon van genieten de komende dagen. Ja. En we zullen het gewoon beleven. Ik ga in ieder geval eerst beginnen om weer een bakje koffie te maken. En ik heb een bounty mee. En vanavond een lekker gebakje. Ja. En morgen weer een lekker gebakje. Ja. Ja, en jullie krijgen ook wat lekkers. Ja, zeker. Ik heb nog een bakje vlees. En in de kast staat nog vlees. Komt helemaal goed. Ja. Ja, echt waar. Ja, echt waar. Hé, echt waar. Ja. Echt waar, hoor. Moet je ook wat lekkers doen. Moet je ook wat lekkers doen. Moet je wat lekkers doen? Nou, zo meteen. Ik kom je zo aan. Ik moet toch ook die tas nog leeg ruimen? Ja. Vrouwtje komt zo. Echt waar? Vrouwtje komt zo, hoor. Ja, met een mooie koppie. Hé? Beautiful lady. Jo, het is zo'n beautiful madameke. Hé? Jo? En die is ook mooi. Ja. Met een kleine kopje. Hé? Het zijn gewoon twee hele verschillende hondjes, maar ze zijn allebei hartstikke mooi. Hé? Ja. Jij ook wel, Rijka. Je bent ook een grote meid, hoor. Ja. Dus ja, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van alles. Ja, en tot later. Wat ga jij doen? Oh, en ik hoor wat. Miauw. Hé? Miauw. Kandalfi. Geef je ze allemaal ook een toetje van die Griekse yoghurt. Maar wat doet Kandalf? Die moet het niet. Die is hem te min. Hé. Maar die dame heeft het allemaal opgegeten. En die dame ook. Dus ja, dan dus. Hé, moet je helemaal te snuffelen. Jo, ik had het tegen jou, kleine. Je pet staat niet goed. Zo. Hé? Moet je nou? Wat moet je nou, kind? Hé? Oh, hoe is die toch? Ja, vrouwtje, die is bijna klaar. De Zwitser, de muziek die staat eronder, nou de Zwitser er nog onder. En dan kan die editen, het programma. En dan is het opslaan en dan is het naar YouTube. En dan kunnen we lopen. Ja! Echt waar. En hoe laat leven we? Nou, zullen we even kijken. 23:25. Ja, dat dus. Hé, Rijka? Ja, Elwin, die ligt lekker op de bank. Hé, meisje? Ja, laat me lekker met rust.
Hé, tante Plop op. Rijka. Rijka. Ja nou. Ja. Miauw, wat is er? Wat is er? Jij denkt nou nog naar buiten te kunnen. Nou, wat denk je zelf? Toch dat is funny, ja? Dat gebeurt niet meer. Nee. Nee. Nou, een lekker bek. Hé, hey, kant af. Ja? Dan komt dat. 1, 2. Hoppata. Oh ja, en toen? En toen? Hé, hey. Kan dat niet? Hallo? Ja? Oeh, ik kan mijn arm niet verder doen dan... ja. Ja? En toen? Ga je doen dan? Ja? Wat je te vertellen? Gaat je gaat zo even door. Maar we gaan ook gelijk de dag afsluiten. Ja. Hé. Hey. Goedemiddag allemaal. Wilt rusten? Slaap lekker. Hé? Hey. Ja, en tot aan de andere kant van de nacht. Toch? Oh, 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 oh. Of niet dan, Rijka? Ja, hé. Tot aan de andere kant van de nacht, hè. En God houdt over ons allemaal de wacht, hè, schat. Ja. Dat doet onze lieve heer wel, hè, liefie. Hé, je kind. Dat is de staart van Kambal. Daar hebben we niks aan. Nee. Die gaat denk ik maar heen en weer. En als Kambal boos wordt, dan haalt hij uit. Ja. En dat doet ouw. Hé? Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie avond, als jullie nog opblijven. En zo niet, zeg ik, wel terug samen met mijn diertjes. Ja, samen met de diertjes. Hé, ja nou? Ja. En ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht, lieve vrienden. Tot dan. Doei, doei. Don't walk away from me. 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 Don't walk away. 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 Don't walk away. Don't walk away. Don't walk away. Don't walk away.
Doei.